Assembleelid Dinota Forstwijk heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling het onderwijsbeleid onder de loep genomen. Forstwijk vindt namelijk dat de regering onvoldoende doet aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het binnenland. De volksvertegenwoordiger benadrukt dat scholieren uit het achterland heel weinig keuzemogelijkheden hebben in hun eigen omgeving. Dit vraagstuk is volgens Forstwijk een sta in de weg voor de ontwikkeling van de jeugd in het binnenland. Ze pleit daarom voor structurele verandering in het onderwijs van het binnenland. Ik pleit daarom, meneer de voorzitter, voor onderwijsvoorzieningen in het binnenland gericht op de behoeften en de toekomst van de kinderen in het binnenland. Door de technologische doorbraak, ook naar het binnenland toe, is er op dit moment heel veel behoefte aan technici voor de reparatie van buitenboordmotoren, grasmachines, koelkasten, lichtaggregaten, etc. Door de afwezigheid van deze technici op dit gebied zijn bezitter van deze apparaten gedwongen om zelfs voor de kleine reparatie naar Paramaribo te gaan, waarvan de kosten soms heel hoog zijn. Denk maar aan het vervoeren van een koelkast van Acioni naar Paramaribo. Men is dan noodgedwongen om zo'n apparatuur weg te gooien. Een belangrijk wens van ons is dat de kinderen na het GLO en ook de vroege schoolverlaters die niet de mogelijkheid hebben naar Paramaribo af te reizen, maar in de directe woonomgeving een vaktraining zouden kunnen volgen. Forstwijk stelt verder dat het gebrek aan keuzemogelijkheden voor vergrijzing in het binnenland zorgt. Ze benadrukt dat de huisvesting van schoolkinderen in het binnenland ook een groot probleem is. In Suriname dreigt de behoefte aan huisvesting voor studenten uit de districten een barrière te vormen voor deelname aan voorgezet onderwijs op seniorenniveau en het wetenschappelijk onderwijs dat voornamelijk in Paramaribo geconcentreerd is. We weten allemaal dat er al enige tijd een studentenflat in aanbouw is op ADEC-complex. Mijn vraag via u, meneer de voorzitter, aan de minister, wat de stand van zaken is. Wanneer zal deze in gebruik worden genomen? Want momenteel worden er zelf valuta's gevraagd voor studentenkamer. Regering, graag uw aandacht hiervoor. Een kwestie welke zich al enige tijd afspeelt in het binnenland zijn de overvolle schoolboten met leerlingen zonder zwemvesten. Als dit niet serieus wordt aangepakt, meneer de voorzitter, door het ministerie, kan het heel fataal aflopen voor onze kinderen. Aldus assembleelid Dinota Forstwijk gisteren tijdens de begrotingsbehandeling. De volksvertegenwoordiger pleit voor betere ordening van het onderwijs in het binnenland.